Let's go! Die was lekker hoor. Welkom kijkers, weer een nieuwe Rocket League video. Vandaag ben ik hier een keertje alleen. Maar ik speel wel duo's. Dus met andere woorden, ik ga duo's spelen met randoms op Grand Champion niveau. Is iets wat ik al heel erg lang als video idee had liggen. Een tijdje terug deed ik dit best wel regelmatig, of deed ik het vaker in ieder geval. En dat vond ik eigenlijk altijd best wel relaxed ook. Dan speel je gewoon eten met een random, dan is het elke keer maar een verrassing of je een beetje een goede teammate treft. Dus dat gaan we vandaag doen, op Grand Champion niveau, de hele tijd met randoms Rocket League spelen. En dan kijken hoe ver we kunnen komen. Wat ik jullie namelijk ook kan verklappen, is dat, heeft hier overigens niks mee te maken hoor, maar in de meanwhile ben ik best wel weer wat gedaald in de divisies. Zo, nou kijk, eens lekker goaltje. Ik zit nu namelijk in divisie 1 van Grand Champion 1. Echt, hoe we het elke keer voor elkaar krijgen, geen idee. Maar het is weer gebeurd, divisie 1. Dus het is ook wel weer tijd om even wat te gaan winnen hoor. Het is wel echt belangrijk. Het hangt een beetje aan een zijden draadje. Dus ik had zoiets van, weet je wat, dit is het beste moment om de video gewoon te doen. Gewoon lekker met random spelen. En dan gaan we het gewoon zien of het lukt om in Grand Champion te blijven. Ja of nee. Let's find out. Precies, lekker hoor. Zo, mooi flik nog. Oké. Not bad, hè. Ik bedoel, Musty flikje, daarna nog even door en hem gewoon de goal inrammen. Dat is niet verkeerd. Ik heb wel eens slechtere goals gezien. Hij wil dat ik de aftrap doe. Dat is niet heel verstandig, maar, you know, it's fine. Maar af en toe, ik, weet je wat het is? Omdat zo, die gast is echt goed, ouwe. Wow, what the hell? Hier. We forfeit, don't score. Oh. Oké, yeah, sure. Hè? Maar dan kan je toch gewoon op de forfeit knop klikken? Of wat is nou de bedoeling? Oh, was dit serieus gewoon een bait? Nee, hij gaat echt stilstaan. Maar die andere gozer die wil gewoon nog heel graag. Dat is wat hier gaande is. Oké. Trouwens, de nieuwe Spaak Focus drink is er, jongens. Ik heb hem inmiddels wel helemaal opgedronken, zoals je kan zien. Maar de mango limoen, hij is er. Mijn favoriete smaak van de Focus drink. Dat was eerst natuurlijk de original. Ik bedoel, we hadden ook nog geen andere smaak. Top smaak nog steeds. Alleen ik vind de mango limoen, die dus vanaf begin juni beschikbaar zal zijn in alle Jumbo's in heel Nederland, die vind ik toch nog wel even wat lekker. Ik zou jullie ook echt aanraden om die een keer te proberen. Hij is echt, echt lekker. Serieus, als je nou van mango houdt en van limoen, ja, dan ga je dit een topper vinden. Dit is gewoon een topper. Bewijs nog genoeg, want zoals ik al zei, hij is echt... Oh, ja, dat is niet handig. Er zat nog heel weinig in. Maar nog een beetje dus. Er zat nog een beetje in. Nou, en dat ligt nu op mijn bureau. Goeie promo weer dit, hè, voor de mango limoen, voor de nieuwe smaak. Jonk. There you go. Kan die guy hem pakken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zo meteen een party-up request sturen. Misschien wil hij het wel. Dat is tegenwoordig super makkelijk gemaakt op Rocket League. Of ja, inmiddels al een tijdje. Je kan gewoon met random tegenstanders kun je op zo'n party-up knop klikken. En als hij dat dan accepteert, dan kan je gewoon met elkaar verder spelen. Hoppa, zo, die was best wel lekker. Ja, dat is best wel prima goaltje eigenlijk. Ik probeer het in de meanwhile hier een beetje al op te rijmen, maar dat gaat niet echt. Want dat plakt natuurlijk. Maar ja, kijk, boeien. Oké. Allemaal lijpe dingen gebeuren hier. Ja, die gaat gewoon in. Of niet? Ja, die gaat in. Daar kon ik niks meer aan veranderen. Heb ik niet een doekje of zo hier? Nee, ik heb echt helemaal niks hier liggen. Oh... Dus ik ben het nu met mijn handen aan het schoonmaken. Nou, dan weet je wat er gebeurt. Ik krijg van die plakkerige klauwen. Het schiet niet op. Ja, we gaan die ADL-guy zo meteen gewoon vragen om het team te joinen. Kijken of hij het doet. Ik maak er nog een leuk trajectje van. Hij ging nog bijna naast ook. Dat vond ik vooral grappig hier aan. Maar hij zit er uiteindelijk in, hoor. Had wel een leuk goaltje geweest. Als er wel echt een keeper stond, had dit wel een leuk goaltje geweest. Maar die keeper staat er niet. Gaat hij nog scoren ook? Wij zitten gewoon een beetje te kloten, die Squish en ik. Die smash echt nog zo zwaar tryhard. Wat een gek, hè? Wat een gek. Die speelt gewoon voor statistieken, denk ik, of zo. I don't know. Yes! Helemaal goed. Kijken of die ADL gelijk lieft. Ik hoop het niet. Want dan kunnen we hem gewoon vragen om het team te joinen. Dan doen we gewoon een party-up requestje. Kijk, dat werkt als volgt. Party-up. Gaat hij doen? Zie je trouwens divisie 1, hè jongens? Het is tragisch. Ik weet het. Het is tragisch. Nee! Nee, ik ben gedenied. Oh man, I got denied. Wat is dit nou? Hij wil duidelijk niet bij mijn team. Helaas. We gaan door naar het volgende potje. En op zoek naar een nieuw teammaatje. Hoppa, nieuw potje. En dat niet alleen, want ik heb ook gelijk eventjes een nieuwe mango limoen erbij gepakt. Ja hoor. Oh jongens, geloof mij nou. Pauper lekker. Helaas, dat was bijna gelijk al een 1-0. Maar ze gaan allebei en ik sta net te diep. Dus ik kan er niks mee.
Hoe heet mijn teammate? Grants. Grants. Nice one, Grants. Ja, dat zal weer even wennen zijn. Normaal gesproken kan ik gewoon zeggen, yo, mooie goal, Nick. Of mooie goal, Reno. Maar nu moet ik met de quick chat moet ik het doen. Dat gebruik ik eigenlijk nooit. Want ik speel eigenlijk nooit met randoms. Maar ja, dat moet ik dan wel even doen. Wel zo netjes, als je teammaat gewoon een lekker goaltje maakt. Goed. Die gaat erin. Ja hoor. Nou, easy carry voor Grants, zoals het eruit ziet. Grants. I don't know. Gaat het nu toe lekker met die gast. Jonk. Hup. Oeh, dat had ik niet moeten doen. Dat is een overcommitje van mij. Maar hij mist nog, dus misschien... Nee, dan moet ik sorry zeggen. Want dit was een overcommitje van mij. Ja, please don't throw. No, sorry. My bad. Please don't throw. Please play safe. Oh, ja. Yeah. Maar ho is even ouwe. Ik save hem. Wat ook echt het enige was wat ik hier voor mijn gevoel kon doen. Hè? Binnen mijn capaciteiten was dit hetgeen wat ik er mee kon doen. En dan gaat hij alsnog zo lelijk in. Dat is jammer. Ik heb de boost. Oh jee. Ja. Ja. Ik sta de hele tijd in de plek of in de positie om die bal te saven. Maar deze kan ik niet saven, ouwe. Ik kon weer veel start. Hij mist de bal. Mijn teammaatje, Grants, die vliegt volledig langs de bal. En dan komt het op mij aan. En ja, onmogelijk. Nog een keer. Lekker. Ja. Die was nice. Dat was een mooie teamplay van ons samen. Lekker hoor. Voor de mensen die benieuwd zijn hoe het eruit ziet. Wacht, let op. Kijk eens eventjes. Een soort van zalmkleur. Kijk dan. Heerlijk. Oh, kut. Ik moet gaan. Oh, wow, 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 wow. Bonk. Oké. Okay. Een soort van zalmachtige kleur dus. De mango. Ja, toch. De mango limoen. Niet zo zijn. Kom op, Grants. Dat vind ik dus... Ja, hij mist gewoon weer de bal, hè. Hij mist gewoon weer de bal. En ik kan deze... Ja, ik save hem. Alleen, dat was niet genoeg. Ik vind dat altijd jammer aan random duo's online. Ze zijn altijd zo... Zo snel van het opgeven. Dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Maar ja. Ja, kut kick-off. I gotta be honest. Kut kick-off. Maar 1 minuut 26 op de klok. Hij moet niet gewoon nu gaan opgeven. Hij moet niet gaan opgeven. Dat is zonde. Dat zou echt zonde zijn als hij dat doet. Hoe vaak wij wel niet, Nick en ik. Nog twee. Oh, ja. Nou wordt het wel lastig. Okay, pass, my bad. Huh? Oké, okay. Ja, sure. Goed, hij wil forfitten. Laten we dan maar gaan forfitten ook, want hij heeft er volgens mij geen zin meer in. Dus dan liever de match. Het begon zo goed, maar uiteindelijk werd het dan toch een trash-ass match. We gaan door naar de volgende. Goed, here we go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Twee keer een Season 2 Grand Champion. Dat is ons team versus ja, echt de OG Grand Champions. Want die hebben nog de gele status. Dat is nog van Chapter 1, als het ware. Chapter 1 Rocket League. We gaan het zien. Lekker. Oh, hij overcommit. Hij stond veel te diep. Hij stond echt veel te diep. En ik had eerder voor de flick moeten gaan. Dat is ook wel zo trouwens. Ik had ook wel eerder voor de flick moeten gaan. Doet hij mooi. Goeie bal. Nog een keer. Oh, jammer vriend. Ja, en dan word ik gebeukt. Dat is heel, heel lelijk. Niet goed op elkaar ingespeeld met die maatje en ik. Dit is gewoon een volledige paas. Wat is die guy aan het doen, ouwe? Jongen, jongen, jongen. Oké. Okay. Ik moet het schot pakken. Prima. Wie heeft hij? Die gaat in. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Die maakt hij al een hoop mee goed. Lekker. Boom. Net niet hard genoeg. Nou, toch wel. Toch wel. Toppie, toch wel. Hoe kon hij deze niet hebben dan? Nee, viel over hem heen. Dat had ik helemaal niet door. There you go. Midden. Had ik moeten dubbeljumpen voor deze aerial eigenlijk. Ah, dit is zuur. Dit is zuur. Wel heel goed hoor. Anders had ik hem kunnen scoren. Daarom doet hij het natuurlijk ook. Maar ja, wel zuur. Slecht schot. I gotta be honest. Dat was niet best. Oh, maatje. Oké. Okay. Dit gaat hem denk ik niet worden, jongens. Nee, helaas. Dit is een GG waard. Met die maatje is de wedstrijd geliefd. Laten wij dat ook maar gewoon doen. En doorgaan naar het volgende potje. Goed, een nieuwe game. Weer een Season 2 Grand Champion. Een PS4-speler. Of in ieder geval PlayStation Network. Dus kan het PlayStation 5 zijn. En we gaan het zien. Boom. Die gaat erin. Oh, zo. Wat een save gelijk. Lekker hoor.
Let's go. Dat was een mooie paas van hem. Dat was een mooie paas. Bij nader inzien was het een soort van paas met de tegenstander. Maar dat maakt niet uit. Oh, dat is inderdaad niet handig. We communiceren niet wie er moest gaan. Dat is even wennen. Ik ga natuurlijk als ik met Nick speel. En met Reno speel. Nooit voor de kick-off. Als iemand anders ook kan gaan, zeg maar. Maar ja, met een random tegenstander moet je dat wel even afstemmen natuurlijk. Met een random teammate. Ah, had ik niet moeten doen. Oh, was eigenlijk een overcommitje van mij. Maar we worden beloond. Lekker. Heel goed. Had ik eigenlijk niet moeten doen. Zoals gezegd. Maar dat het dan nog goed uitpakt, dat is lekker. Dat is lekker. Deze heeft mijn maatje wel. Komt voor. Ja, lekker hoor, hé. Dit is wel echt goed teamwork, hoor. Dit is wel echt goed teamwork. Hartstikke idee. En hij schramt hem toch even de goal in. Lekker, man. Dit is top. Dit is top. Ja, kan ik niks mee. Daar kon ik niks mee. Een paasje van mijn teammaat. Kan gebeuren. Kan gebeuren natuurlijk. Klein fakeje. Oh, ik dacht toen een backflip. Nee joh, dit weet je niet. Dat zou echt lelijk zijn als dit erin gaat. Hop. Nee, ouwe. Oké, nou ik vind het best zolang we maar niet die 3D nog tegenkrijgen. Dan ga ik triggerd worden, ouwe. Dan ga ik triggerd worden. Oh, dat gaat gewoon niet. Oké, nu gingen we allebei voor deze bal. Oh. Zo, dat scheelt ook weer heel weinig. Het hangt allemaal even ineens aan een zijdedraadje. Ik geloof er helemaal niks van. En nou is het klaar. Nou is het klaar. Let's go! Goed hoor. Goed hoor, cool ice cream. Ja, ja. Helemaal prima. Helemaal prima. De GG is op zijn plaats, uiteraard. Ik hoef niet met deze gast te partyen. Want ik vond dat er nog best wel wat dingetjes gebeurden. Zowel vanuit mijn kant, maar ook vanuit zijn kant. Oh. Oké, sure. Hij nodigt mij uit, oké? Hij vroeg mij voor een date. I don't know. Ik haat hem. Huh? Ik zit nu met twee mensen. Hoe kan dat dan? Hè? Wie is dit? Hoe kan dat? My friends want to play threes. Ja, nee, dat gaat hem niet helemaal worden. Nee, no, sorry man. Only twos. I wanna get G... ja, hij wil geen champion halen. Ja, yeah. Sorry dude. Only duos. Only twos. Only twos. Nee, hij wilde trio's doen en dat gaat hem even niet worden. Want ik moet echt even aan mijn rank gaan werken op Grand Champion. Dus we gaan door met een duo potje met weer een nieuwe teammate. Here we go, nieuwe game. Ik speel met Mufketeer. Oké, mocht je nou trouwens benieuwd zijn, vanaf begin juni in alle Jumbo's in heel Nederland en België. Dus ik weet niet of ik het al gezegd had, meen ik oprecht. Dus als ik het nu dubbel heb gezegd, dan mijn excuses. Maar oh... Gelijk even gedemo'd. Oh, en de boost mag ik wel hebben. Dat is fijn. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Volgens mij mist hij hem namelijk gewoon de boost. Maar chill voor mij. Die gaat... Oh, die moet ik wel maken. En dat doe ik gewoon niet. Wauw, gast. Oké, nou kunnen we misschien op counter ook. En nou moet hij wel hangen. Let's go! En nou hangt hij ook. Alright. Kijk, zo is het goed. Hè? Dan komt die counter. En ik wist gewoon... Nou moet ik hem maken ook. En dan doen we het. Ja, dat is fijn. Hop. Hop. Gaat er niet in. But it's not over yet. There you go. Jammer, Mufketeer. Jammer, maat. Het was close. Het was close. Ik ga wel gewoon wat defensiever spelen. Ik vind het eigenlijk wel best. Als ik met een random speel. Ja. Het is... Ja. Hé? Wij scoren de counters wel, hoor. Hey. Dat is al mijn tweede counter die ik heb gescoord deze pot. Van de twee goals, twee counters. How about that one? Heerlijk. En misschien is dat wel gewoon the way to go. Als ik met een random speel, gewoon lekker een beetje terughoudend. Beetje terughoudend. Want ja, meestal speel je, als je met een random speelt, is die ook best wel een aggressor. Dus als je dat dan allebei doet, dat werkt ook gewoon niet. Dat werkt ook gewoon niet. Oeh, goede bal. Goede bal. Oké. Oh, dat was niet heel handig. Dat ik die miste. Ja, dit is... Dit is my bad. Dit is my bad. Oh. Woe. Holy damn. Ja, dat is wel zuur. Daar kon ik ook niks meer aan doen. Daar kon ik ook niks meer aan doen. Terwijl hij hem goed wegwerkt hoor. Alleen die gozer die anticipeert daar heel goed op. Die anticipeert daar echt heel goed op. Oh. Komt voor. Jammer. Hoppakee. Oké, pak die midpoest maar. Ja. Deze heeft hij.
Mufketiertje! Let's go! Mufketier! Wacht, Nederlands? Het lijkt me wel, toch? Mufketier. Ah, kijk. Lekker. Voor jou. Let's go, gast! Ah ja, ik ook. Gaat lekker, maat. Zometeen teamen. Misschien wil hij dat wel. We gaan het zien. Of misschien wil hij nog even afwachten of we dit potje gaan winnen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Wow, want kijk, je hebt dat nog altijd Roy, hè? Het is nog steeds Roy gewoon, die dit soort rare dingen doet. Dit is, ja, dit is niet best. Het is niet best. Gewoon te diep in erin gegaan en gewoon niet die bal kunnen blokken. Komt ie hoor. Oei, ik zag het al gebeuren. Maar niet uit, want ik ben er nog. Ik ben er nog. Jonk! Nee joh! Nee joh! Ja hoor! Ja, is goed man. Laten we elkaar zo toevoegen. Helemaal goed. Gaan we een keertje spelen met Mufketier. Die komt nog een keer terug in de video's, jongens. Mufketier, ik weet niet of je deze video kijkt, maar goud, gast. Goud. Goed potje hoor, hij. Lekker. Oh, naast. Oh. Ja, wat lelijk zeg. Jongen. Geen probleem, gast. Hier kon hij volgens mij helemaal niks aan doen. Zoals het op mijn scherm eruit zag. Nee, die touch. Die was echt. Ja, die was heel lullig. Daar kon hij echt helemaal niks tegen doen. Ponk. Pak jij die boost maar, maat. Ga ik hier even op goal. Wow. Nog een keer. Hij heeft genoeg boost. Lekker. GG's, maat. Goed gespeeld. Ja, GG's betekent eigenlijk... Nu zeg ik eigenlijk dubbel op hetzelfde. GG's, good game. Good game, maat. Goed gespeeld. Ja, het heeft verschillende talen eigenlijk. Kan ik hem toevoegen? Kan dat? Ik weet inderdaad niet eens dat moet, joh. Oh, hij wil wel partyen. Oh, sure. Of kunnen we elkaar dan nu toevoegen? Is dat het idee? Even afwachten. Helaas, Mufketier moet echt gaan. Dus die gaat er nu vandoor. Nou ja, we hebben elkaar in ieder geval toegevoegd. Het is gelukt. Dus laten we doorgaan naar het volgende potje. Goed, gaan we weer met een nieuwe teammaat, namelijk Razor. En we hebben voor nu eventjes afscheid genomen van Mufketier. Die gaat nog wel een keer terugkomen. We hebben elkaar toegevoegd, zoals net gezegd. En ja, waarschijnlijk gaan we wel weer een keertje dat game spelen. Was een leuk potje met die gast. Oh, dit is minder. Woehoe! Let's go! Die was lekker hoor. Die was heel lekker. Boosje even afwachten. Lekker hoor, hey. Het gaat prima zo. 2-0. Lekker. Hier, die gozer doet het goed. Doet goed. Goed. Dat hij hem voor me klaarlegde. Oh, die had hij echt nog bijna. Die had hij echt nog bijna. Vandaar de close one. Dat deed hij wel lekker namelijk. Ja. Oké. Okay. Met een soort van omroute. Want eigenlijk raak ik hem verkeerd. Waar gaat erin? Waar gaat erin? Dat is gewoon prima clearance. Prima, prima. Lekker. Even nog een keer. En helaas niet nog een keer. Ik zag dat hij voor de demo ging, helaas. En nou is de goal. Ja, je karma. Aprosa, weet ik veel nog wat dus. Dit is zijn karma. Hij wilde mij zo Hij zegt gewoon Juno reverse card. Holy damn. Hoe vaak gebruik ik die term in mijn video's? Hij zegt gewoon Juno reverse card. Deze guy. Dit is gewoon... Dit is de teammate gemaakt voor mij. Letterlijk, ouwe. Hij zegt gewoon Juno reverse card. Wat een held. Daar ga ik wel heel goed op. Ondanks het feit dat we nu wel... Een goal tegenkrijgen. Wat natuurlijk jammer is. Door mijn shitty kick-off. Maar hey. Alsnog. Ik vind het nog steeds even grappig. Komt niet bij. Moeten we deze even clearen. Ah, ik voel het al aan alles. Geen probleem. Je voelde gewoon aan alles dat dit wel eens een slechte afloop kon gaan hebben. Want we echt zaten te kloten om die bal weg te krijgen. Jammer. Let's go! Hatsikide! We rammen ze toch even naar binnen, hè? Dit potje. Lekker, hoor. Lekker. Poonk. Let's go. Net onder het latje. Oh, zo. Ik mis hem gewoon. Hoe kan ik hem nou weer zo verkeerd inschatten dan? My bad. Sorry. Ik moet gewoon de sorry gooien. Dit was volledig mijn fout. Helaas. Heeft hij. Blokken pik. Nu kan hij door. Oh. En landen die bal. Yes.
Helemaal goed. Lekker hoor. Heel goed gespeeld, Razer. Het heeft hij top gedaan. Het hebben we allebei top gedaan, moet ik zeggen. We gaan nog even kijken of hij wellicht een team wil vormen. Party up. Eens even kijken of hij dat gaat doen. En we gaan de visie omhoog. Heerlijk. Divisie 2. Uit de gevarenzone voor nu. We gaan kijken of Razer met mij... Razer wil geen team vormen. Ik ben once again... gedenied. Nou, laten we dan nog één potje spelen. Ongeacht of we nou winnen of verliezen. Het is natuurlijk lekker dat ik nu divisie 2 zit. Maar ik heb zoiets van, joh, laten we gewoon nog één potje doen. Dus of het wordt divisie 1, of we komen iets ruimer in divisie 2. Let's go. Goed, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Wie is eigenlijk mijn team in? Nog helemaal niet gekeken. Noot. Of Noot, shoot. What the fuck, ouwe. Season 1 Grand Champion. Goeie naam. Hij heeft sowieso een goede naam. Die krijgt hij alvast van me. Blok ik niet, helaas. Nou, Noot, shoot. Je weet wat je te doen staat. Dat niet. Dat niet. Nee. Het was wel echt even de bedoeling dat je ging shooten. Ja, dat doet hij niet. Hij gaat ervoor. Ik ga tweede bal. Let's go. Ponk. Noot, shoot. Dat is hoe het moet. Oké? Dat is hoe het moet. Goed. Hoppa! Ja hoor. Ram even vanuit die angle gewoon erin. Nou, is niks. Heerlijk. Oh, ze zitten op elkaar te zouten. Dat is mooi. Dat is wat je wil hebben. Oh! Niet! Ah, dat is wel echt heel gaar, ouwe. Die gast lieft gewoon. Ah, wauw. Wauw. Ik had het echt zo gaar gevonden als ik die guy was. Hij gaat zwaar salten. Hij lieft gewoon de game. En ja, daardoor kan hij natuurlijk ook niks anders doen dan lieven. Ja, laat ik maar gewoon GG zeggen. Misschien kan dat het nog wel uit. Noot, shoot. Of zelfs geen GG. Nee, die guy blijft echt helemaal stil. Die zegt gewoon niks. Oké, dan ga ik maar gewoon de video afsluiten. Dit was het laatste potje waar we het over hadden. Best wel prima resultaat. Hey. Ik begon voor mijn gevoel zelfs nog laag in divisie 1. En nu zitten we met 2 wins in divisie 2. Dus niet verkeerd, niet verkeerd. Resultaat is geboekt. Vinden jullie dit nou leuk? Laat dan weten door zoveel mogelijk duimpjes omhoog te doen. Laat toch even een leuke comment achter. Oh, daar is de GG trouwens van Noot. Dus als jullie daar vaker willen zien dat ik met randoms ga spelen op Grand Champion niveau. Laat dan weten door zoveel mogelijk duimpjes omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal voor meer, zodat je geen enkele video hoeft te missen. En dan zie ik jullie morgen om 1:30 allemaal weer terug bij weer een nieuwe video. Later. We'll be right back.